Remco Koolstra, vandaag is hier een open dag en er worden ook certificaten uitgereikt. Kan je iets vertellen over die open dag en over die certificaten? Ja. De open dag is natuurlijk iets wat het COA samen met de vluchtelingenwerk en de andere ketenpartners ieder jaar organiseert. Waarin we gewoon het AZC openstellen en gewoon kunnen vertellen over ons werk. Hè, waar we de mensen informeren over nou, wat gebeurt er nou op een AZC en hoe zit zo'n asielprocedure nu in elkaar. Belangrijk onderdeel van ons werk, van het COA op een locatie, is ook mensen zeg maar, laten participeren in de samenleving. Nou, daar zie je hierachter het mooie voorbeeld van dat de bewoners van het AZC, die vrijwilligerswerk doen in de stad via aan de slag, dat die op dit moment een certificaat uitgereikt krijgen van de wethouder als dank, als erkenning voor het werk wat ze gedaan hebben. Ja, en waar zijn ze zoal geweest om vrijwilligerswerk te doen? Van allerlei plekken, met name wel Wolly, weet je, het zijn natuurlijk vaak de non-profit en de welzijnsorganisaties waar vrijwilligerswerk gedaan wordt. Dit zijn vaak wat meer de structurele plekken. We hebben natuurlijk ook wel eens dat er op projectmatige wijze gevraagd wordt om op een dag of bij bijvoorbeeld een open muziekpodium om te assisteren. We hebben ook vrijwilligers gehad die naar Lowlands zijn gegaan om te assisteren. Weet je, het hoort eigenlijk bij het hele pakket. Ja, want zo'n vrijwilligers job, zeg maar, dat als ze dat gedaan hebben, dat biedt voor hun ook meer kansen om in die Nederlandse samenleving aan de slag te kunnen. Ook om echt werk te vinden, toch? Ja, dat is altijd afhankelijk van het toekomstperspectief van de mensen. We hebben natuurlijk hier mensen op het AZC zitten die terug moeten naar het land van herkomst. Mensen die het nog niet weten. Maar ook mensen die moeten gaan inburgeren en die dus straks de Nederlandse samenleving in moeten. Wij zeggen als COA, maar ook samen met de gemeente Almelo, het maakt eigenlijk niet uit in welke fase je zit. We proberen altijd de kanalen richting de samenleving open te zetten. Participeren door middel van vrijwilligerswerk is prima. Als de mensen het mogen, kunnen ze in principe ook gewoon betaald werk doen. En is dat in principe een opstapje die kant op inderdaad. En zoals vanmiddag, hebben jullie al de indruk dat er veel mensen een kijkje komen nemen? Ja, het liep, volgens mij hebben ze ook wel met een blik op buienradar gekeken, want het liep eigenlijk vanaf het begin al storm. We hadden om 2 uur hadden we al tussen de 160 en 200 mensen binnen. Nou, dat is natuurlijk heel plezierig. Zitten alle jaren, mikken we zo ongeveer op 400 bezoekers. Dus dat lijken we dit jaar ook te gaan halen. En als ik zo om me heen kijk, het loopt nog steeds goed door. Dus ik ben erg tevreden. Agenta bij. En jij helpt met de lessen Nederlands hier op het AZC, klopt dat? Oké, ik ga in school in AZC Almelo in 3 maanden. Docent is Ronald, is een goed man. Praten in Nederland beetje. I welcome my family, the man en 2 kinderen in Syrië is hier. Die wonen nog in Syrië? Jij komt zelf uit Syrië? Ja, in Damascus. We wonen in Damascus.